yeah, 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 yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. Somebody over here. Yo boys, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stilo en vandaag gaan we natuurlijk weer verder aan de Gunsmith serie. Voor de mensen die nog niet weten wat de Gunsmith serie inhoudt. Het is de bedoeling dat ik gewoon freefall ga spelen met alle wapencategorieën. Dus we zijn nu aan het einde van de submachine gun categorie. Namelijk, we zijn nu bij de Razorback wapen ding. Nee, we zijn nu bij de Razorback. Het is dus de bedoeling dat ik met elke wapencategorie zo freefall ga winnen. Ik ga 2 potjes per aflevering doen. Win ik 1 potje niet, dan moeten wij volgende week maandag weer verder met de Razorback. Win ik het wel, alle 2 potjes, dan gaan wij verder naar de Assault Rifle. Zo makkelijk is het. Mocht u het leuk vinden, laat natuurlijk even dat blauwe duimpje achter. Dat zou ik enorm kunnen waarderen. En het houdt mij gemotiveerd om dit te doen. Jullie vinden dit ook heel erg leuk om te zien. Dus waarom ook niet, weet je. En tot nu toe gaan we redelijk lekker. We zijn bij de 8e aflevering van de Gunsmith. Dus dat betekent dat wij 1 keertje, volgens mij zijn we 1 keertje inderdaad, blijven steken bij 1 wapen. Dus in principe, ja hoor, redelijk goed. Redelijk goed. We spelen op Exodus. Niet de chillste map, voor mij dan. Ik vind het echt een rot map. Waarschijnlijk weten jullie dat al. Ik heb het al zo vaak gezegd. Waar de fuck zit hij? Met een Weevil. GG, maat. Ik heb tenminste een UAV. Die ga ik ook ingooien. Fuck die shit. Dit is altijd een stuk waar het altijd redelijk druk is als je freefall gaat spelen op Exodus. Crap. Holy shit, jongens. Ze kwamen in één keer allemaal op me af, joh, gek. Achter me. Let op. Ah, rechts van me. Ik hoorde hem lopen. Waar de fuck is hij opeens? Hè? Waar de hel... Ik wou net zeggen. Oh ja. Oh, de timing, jongen. Hij komt net naar binnen. Jammer. Ik moest hem laden. Of tenminste, moest niet. Maar dat doe ik altijd automatisch. Dat moet ik even afleren. Zit je nog hier? Nee, je bent daar. Achter me. Oh, ik hoorde hem. Ik hoorde hem, maar dan ben ik niet snel. Wacht. Ik heb hem volgens mij. Ja, zie je? Ik had hem op 4 staan. Ik weet ook niet waarom. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik vond het al zo langzaam gaan. Maar dat was nog van gisteren. Want gisteren heb ik iets gedaan waardoor ik sensitivity 4 nodig had. Ik hoor mensen, maar ik zie ze niet. Oh, ja, dan zit hij naast me. Ah, dat maakt niet uit, dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Er staat tenminste nog voor. We hebben counter UAV en UAV. Ga ik even inknallen. Niet doen. Anders is dat echt... Dat is dan echt fysieke Call of Duty timing, jongen. Oh. Ik zit hierheen. Links van me. Zo, dankjewel. Oh, 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 lekker hoor. Lekker. Ze mag toch even de hele tijd doorgaan, weet je. Rot op. Oprotten. Jezus, Mina, dit gaat fucking lekker. Zo, hé. Hey. Hebben ze een hipfire verbeterd van de Razorback of zo? Jezus, Mina, jongens. Hoe gaaf zou het zijn als je een killchain hierin kon halen, zeg. Holy crap. Hoe gek zou dat zijn? Oh, we gaan nog Merciless ook. Oh, oké. Okay. Had ik niet moeten zeggen. Had ik niet moeten zeggen. Oh, ik heb echt blaftyfus. Sorry hoor, jongens. Komt door mijn hooikoorts. Ik weet niet. Ik heb opeens heb ik er een hoest bij. Ik heb nooit met hooikoorts. Heb ik nooit een hoest erbij. En nu heb ik opeens een hoest erbij. Heel raar. Oh ja, trouwens. Mijn hooikoorts is wel wat minder geworden. Dat is wel echt relaxed. Dat is wel echt pittig relaxed. Ik heb nog wel mijn neus. Mijn neus loopt nog wel af en toe. En die jeukt nog. Maar het is goed. Het gaat nog goed. We moeten nog 2 kills. Nog 2. Dat zou easy moeten gaan. De laatste 2 kills doe ik altijd zo lelijk. Tenminste, dat gaat meestal niet zo heel snel. Ja, nu heb ik er nog 1 nodig. Oh, jij zit daar. Gotcha, bitch! Wow! Eerste potje gewonnen, jongens. Freefall. Heerlijke score, 30-11. Dat boeit nogmaals niet, want ik zeg het altijd. Dus ja, super lekker. Eerste potje hebben we dus gewonnen. Eigenlijk hangt nu alles af van het tweede potje. Eerste potje maakt niet heel veel uit of je wint of verliest. Ja, natuurlijk maakt het wel een beetje uit. Maar eigenlijk boeit dat hele eerste potje niet als je wint. Het gaat om dat tweede potje. Die moeten we dus nu winnen. Want anders moeten wij volgende week maandag weer verder met de Razorback. Mogen we niet verder met Assault Rifle. Dus jongens, ik zie jullie zo bij potje nummer 2.
Oké, jongens, welkom bij potje nummer 2. We moeten natuurlijk weer proberen te winnen. We spelen op de map Fringe, dus dat is best wel chill. Want het is een van de chillste mappen waar je eigenlijk bijna free for all op kan spelen. Dus het is redelijk lekker. En we gaan gewoon proberen te winnen. Het moet gewoon lukken. Twee potje, echt waar. Ik zei het net ook al, twee potje is eigenlijk waar je het moet doen. En met zo'n aim kom je... Kom je er niet. Nee, met zo'n aim kom je er niet, jongens. Dat is wel even iets relaxter. Maar in ieder geval... Wat je met Fringe vooral niet moet doen, is hier campen. Dat is één ding waar ik haat. Je kunt hier wel rondlopen, trouwens. Dit is echt één chille spot om rond te lopen. Je moet wel echt daarom. Je moet echt 3-4 verschillende kanten moet je houden of zoiets. Dus dat is wel redelijk moeilijk, maar dat gaan wij vandaag proberen te doen hierbij. Komt er nog één. Onder me. Ik zie het, joh. Zie je? Het is zo makkelijk. Je hoeft alleen maar twee kanten te houden. Drie. Die en die beneden. Ik hoor hem. Daar zit hij. Kom dan. Doei. Dit is zo'n kutspont om te zitten. Ik ga hier ook weg. Het is saai. Zo kan ik ook kills maken. Let maar op. Zie je? Easy. Niet doen. Rustig. Oh, in mijn rug. Jezus, waarom schoot je niet eerder? Je had me al lang kunnen hebben, gast. Oh, niet doen. Ah, mijn kinetic armor stopte net, jongen. Ah, dat is zo zuur. Hier kun je trouwens ook echt zwaar campen, jongen. Campen. De spawns eigenlijk een beetje controleren. Kijk, die kant kun je houden. Deze kant kun je houden. Deze twee ramen moet je houden. Zo makkelijk is het eigenlijk om freefall te spelen op Fringe. Het is wel een beetje... Ja, ik hou het niet goed. Het is wel een beetje campy. Maar het zijn tips die je kunt gebruiken. Iets wat deze persoon dus niet goed doet. Want hier spawnen ze meestal. Dus ik hou ook meestal aan deze kant. Maar ja, dat moet de pret niet bederven. We gaan gewoon lekker rondlopen, want anders is het zo saai. Anders is het zo saai en dan is het geen uitdaging. Dan blijf je op één plek en dan pak je ze allemaal. Kijk, begrijp dat dat de bedoeling is van de serie dat we winnen. Maar als je zo wint, dat is niet heel erg leuk. Let op, jongen. Jullie zijn niet scherp. Ik ben echt scherp. Ik hoor ze ook gewoon in één keer. Boom. Je bent aan het lopen, weet je wel. Je bent aan het lopen en opeens hoor je. Boom, 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 boom. Ga lekker high schieten, joh, sukkel. Wat een sukkeltje. Wat een sukkeltje. Ga alsjeblieft dood door die high. Ah, jammer. Oké. Wat een sukkeltje. Kijk, dat zijn dus eikels. Die niet zo heel erg leuk free fall spelen. Dat zijn echt van die mensen die blijven gewoon in een hoekje campen. Ja, misschien moet hij dubbel kills hebben. Ik weet niet. Ik weet niet hoe je daar in godsnaam dan een dubbel kill mee haken. Maar mee wilt maken. En ik blijf hier alsnog rondlopen. Dat is eigenlijk best wel slecht van me. En dit is ook best wel slecht dat ik het niet afmaak. YOLO. Gewoon die pre-fire. YOLO. En we gaan aan de andere kant. We gaan ook gewoon via mid, weet je. Oh, oké, dat hadden we niet moeten doen. Wauw, de timing, jongen. Er gebeurt de hele tijd niks. Word ik daardoor gekild. Gekild kill. Fatu. Het is Fatu kill. Het is gewoon één grote Fatu kill. Kill. Wow. Kill. Kill. Huh. Niemand hier. Oké, doei. Ga ik weer weg. Saai. Saai. Waar is iedereen? Oh, kill! Fatu, man! Maak hem alsnog af. Hallo? Spant hier niemand? Vind ik niet heel passant. Kill! Maar meteen weer terug hier naartoe, kill! Kill! Oh, zo geniaal altijd, hè? Fatu. Oh, wat? What the fuck? Ik dacht dat hij dood was. Oh, wat? Oké, deze man schiet headshots insta. Hij gaat hier beneden. Net top. Oh. Surprise, motherfucker. Oh, jongens. Oké, kill. We hebben nog één kill nodig. Wacht, we gaan hipfire doen.
Ah! Shit, wacht. Ik wil zo die kill maken, man. Ik wil die kill zo maken, hipfirend. Kill. Blaftypes. Oké, jongens, we hebben alle tijd de potjes gevonden. Dat betekent dat wij volgende week maandag door mogen naar de eerste Assault Rifle. Dat is namelijk de KN44. Ik ga er ook meteen een klas voor maken. KN40 of KN44, een van de twee. Ik ga er nu ook eventjes meteen een klas voor maken. Dan weten we waar wij volgende week maandag mee mogen spelen. Weer freefall. Dat is standaard. Dat is deze serie. Dus ja, super chill. De submachine guns zijn dus van onze lijst af. Die mogen wij wegstrepen. Die hoeven wij ook niet meer te gebruiken. Wij gaan dus nu door naar de assault rifles. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd hoe we daarmee gaan spelen. Het zal natuurlijk wel makkelijk zijn. Want ja, uiteindelijk kom je bij de shotguns. Het wordt iets moeilijker. Dan kom je bij de snipers. Wordt nog moeilijker. Dan kom je bij de pistols. Dat wordt ook moeilijk. Kom je uiteindelijk bij de launchers. Black Shell kan niet. De XM wel, dus dat wordt echt heel erg lastig. En dan komen we bij de melee wapens. Ik doe gewoon nu alleen de standaard wapens. Dus geen DLC wapens. Dan komen we aan bij de knife en allemaal dat soort dingen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb hier in principe al een KN44, maar we gaan hem gewoon hier doen. Hoppa, die is weg. Dus dit is helemaal klaar. Deze hoeven we niet te doen, want het is een DLC wapen. En dan beginnen wij bij de KN44 volgende week maandag. Dus dat is super relaxed. Ik zet er even allemaal shit alvast op. De mooie ice camo. Rapid fire zet ik erop. Stok zet ik erop. En de eloscope zet ik erop. En dat is dan gedaan. We zetten natuurlijk allemaal variaties op. En dat is super leuk. Oké, dit is onze klas dus voor volgende week maandag. Jongens, als je het leuk hebt vond, laat natuurlijk even een blauw duimpje achter. Ben je nieuw op mijn kanaal? Check natuurlijk mijn kanaal uit. En abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer volgende week bij een nieuwe Gunsmith video. En sowieso zie ik jullie weer bij een volgende video. Later, jongens.